En daar zijn we weer. Back to the studio in Ahoy. We zijn weer live. We worden zo vergezeld door Lil Hugo. Ook wel Young Hugo. Hugo the Young. A.K.A. Young Impact. Ja, we zijn al lekker op dreef. A.K.A. ook wel de vicepremier van Nederland. Eigenlijk heel serieus. Eigenlijk de op één na hoogste baas van Nederland. De man die in het dagelijks leven veruit de meeste impact kan hebben op onze samenleving. Na onze minister, of onze premier dan. Eigen Rutte. Onze eigen Rutte. Precies. We hebben deze man ook. Deze man ook. Hij is ook minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij komt er nu aan. Oh shit. Daar filmen. Wie hebben we daar? We hebben daar Ronnie. Het is lastig om geconcentreerd te blijven. Ronnie, zwaai even naar de camera. Ronnie komt zo pas nog. Hey Ronnie, kan je even een shout-out geven naar de 420? Hey, shout-out naar de 420. Je weet zelf, doe je best op school iedereen. Yeah. Hoe krijgt ze het toch voor elkaar, hè? Ik zeg het al de hele dag. Iedereen doet alles voor Luca. Nou, ik begrijp het ook wel. En we vragen ons dus af, hebben jullie nu al vragen voor onze vicepremier? De man die in zijn dagelijks leven een van de mannen is met de meeste impact op onze samenleving. Heb jij een vraag voor hem? Nou, ik kan wel heel veel verzinnen. Namelijk, er zijn 3 vicepremiers op dit moment. 2 daarvan zijn vrouw, 1 daarvan is man. En als er iets ergens met Rutte gebeurt, dan gaat deze vent, Hugo de Jonge, de taak van Rutte overnemen. En ik ben wel benieuwd waarom hij dat is en niet een van die 2 vrouwen. Dus dat is zeker iets wat ik ga vragen. Oeh, dit wordt wel een lastige vraag, zo'n genderdebat. Nou, ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Oh, onze producer, jij bent binnen geweest. Stel je even voor aan de livestream. Ja, ik ben Boudewijn en Tiemse. Ik ben 15 jaar. En waarom ben jij hier? Nou, omdat ik hier met mijn moeder mee ben. Mijn moeder werkt hier. Oké, en wie is je moeder dan? Maartje Paans. Maartje Paans, daar heb ik ook mee gewerkt. En wat vonden jullie van de show tot nu toe? Ja, superleuk. Ik vind het gewoon heel mooi hoe iedereen bij elkaar is gekomen. En dat er ook heel veel, ja, in ieder geval heel veel kinderen zijn die goede doelen hebben gedaan. En ook dat gewoon alle sprekers en artiesten en zo die hier ook zijn, die hierheen zijn gekomen, vind ik ook heel goed. Ze zijn ook heel bekend, dus ik begrijp dat je het goed vindt. En jij bent hier dus eigenlijk gekomen zonder dat jij per se iets goeds hebt gedaan. Ja, eigenlijk wel. Het is wel eigenlijk, ja, ik heb wel geluk eigenlijk. Ja, ik doe wel eens dingen goed, maar ik heb niet per se deze challenge gedaan. Dus. Wat dan? Wat doe je dan goed? Als je gewoon, ik bedoel, je bent 15, de wereld ligt aan je voeten. Wat onderneem jij om toch nog buiten Young Impact impact te maken? Nou, ik zorg wel voor mijn buren en zo. Die oud zijn, daar zorg ik wel veel voor. En die help ik gewoon met boodschappen doen en zo. Dus dat soort dingen doe ik wel. En ja, verder, ja, ik kan zeker meer doen. En dat zou ik ook echt moeten doen. Dus ja, daar hebben jullie me wel mee. Misschien heb je Young Impact ervoor nodig. Ja. Gewoon een scholenprogramma op jouw school starten. Ja, moet ze eigenlijk gaan doen. Wij zitten erop, zou ik zeggen. Okay. Is dit je broertje? Ja. Wie ben jij? Ik ben Romein Tiemense. Ik ben 12 jaar. En ik vraag me dan dus af, jongens. Je merkt het bij heel veel jongeren. Heel veel jongeren die hebben eigenlijk de energie en de zin om wat te gaan doen. Maar het ontbreekt een beetje met wat. Dus jullie moeten eigenlijk meer gefaciliteerd worden om ook echt wat te kunnen doen. Ja, eigenlijk wel, ja. En wat ik daarbij wil toevoegen is een klein iets, bijvoorbeeld je buurman helpen. Het voelt natuurlijk van, ik kan nog zoveel meer doen. Ja. Maar alle kleine beetjes helpen. Het gaat erom dat je wat doet. Ja. Ik zie daar Nathalie staan. Ik wil eigenlijk ook heel graag wat aan haar vragen. Mag ik vragen of jullie plaats kunnen maken voor Nathalie? Nee, ja, zeker. En geniet ervan, hè. Geniet ervan. Hey Nathalie, vertel, wat heb jij vandaag toe te voegen aan deze celebration? Nou, ik ben samen met iCare ben ik de producent en eindredacteur van dit waanzinnige concert celebration. En ik kom net de zaal uit en ik kan eigenlijk wel huilen. Wat voel je daar dan? Zo gaaf. Hoe gaat het eraan toe? Ja, die jongeren gaan helemaal uit hun dak. We hebben stoelen staan, maar die stoelen, ja, die kunnen we eigenlijk zo wegzouten, opzouten. Hoe zeg je dat? Die willen gewoon zingen, springen, dansen. En iedereen die daar is, ik denk alleen maar, what the fuck? Het is geweldig. Hij viel. We kunnen niet bliepen in de livestream. Oké, Nathalie, sorry. Belangrijk iemand komt eraan. Over iemand die bijna net zo belangrijk is als ik ben. Nee hoor. Kom maar. Ik maak graag plaats. Nou, leuk. Dankjewel. Dit is hem, jongens. Young Hugo is in the building. Hallo. Hugo. Hi. Tidi. Welkom. Ik zie trouwens meteen al de hele hippe schoenen die je aan hebt. Ik dacht, ik trek iets vrolijks aan vandaag. Hoe vind je ze? Ik denk dat ze heel goed passen en ook bij de jongeren goed vallen. Ja, volgens mij wel. En waarom ben je hier, Hugo? Omdat ik uitgenodigd ben. Maar ik vond het geweldig om hier bij te mogen zijn. Kijk, dit is zo'n groot evenement. En het zijn bijna 10.000 jongeren die hier
al een hele tijd naartoe hebben geleefd. Echt iets moois hebben gedaan, een challenge hebben gedaan. Ja. En ja, dat moet gevierd worden. En ik vind het geweldig om daarbij te mogen zijn. En jij bent nu natuurlijk al wat ouder. We hebben al verteld... Nou, met die schoenen schat ik je wel. Nee, maar... Ik ben op één na de jongste van het hele kabinet, hè? Oké, okay, dus dat dus is nog steeds enigszins oud. Nee, hoe wij zijn benieuwd. Ben 37? Nou, dat is, laten we het daar gewoon op houden. Vind ik ook goed. Maar laten we het er gewoon op houden. Ja. En wij zijn vooral eigenlijk benieuwd. Kijk, de kinderen hier, de jongste genomineerde is 10 jaar oud. Wat deed jij eigenlijk toen je 10, 12 jaar oud was? Had jij toen al een impact op je omgeving? Nou, zo jong weet ik eigenlijk niet. Hoewel ik eigenlijk ook als kind het wel met de paplepel ingegoten heb gekregen om dingen voor een ander te doen. Ik denk dat op die leeftijd bijvoorbeeld deed ik wel collectes. Die mijn moeder dan organiseerde en dan werd ik gewoon ingeroosterd. En dat deed ik graag. En toen ik wat ouder was heb ik wel meegeholpen met een kamp organiseren bijvoorbeeld. Of met een huttenbouwweek organiseren. Dat soort dingen. Ja, ik heb het eigenlijk altijd wel zo op die manier gedaan. Dingen voor een ander. Ja. Was je jong al politiek betrokken? Had je toen je jong was al de ambitie om later de politiek in te gaan? Of is dat later gekomen? Eigenlijk nog niet zo. Dat is eigenlijk pas later gekomen. Nee, toen ik denk een jaar of 17 was, dan moet je gaan kiezen natuurlijk wat je daarna wil doen. Beter is trouwens om wat eerder te kiezen, maar ik was er toch nog niet zo uit. Toen heb ik de PABO gedaan, de leraaropleiding. En toen ben ik les gaan geven hier om de hoek in Rotterdam-Zuid. Eerst op basisschool De Akker in groep 7, weet ik nog. En daarna op de Da Costa school. Dus ik heb de leraaropleiding gedaan. Op school, dit is Rotterdam-Zuid. Het zijn veel kinderen die van huis uit best ook een ingewikkelde jeugd hebben. En soms maar heel weinig meekrijgen. Of juist een hele hoop verdriet meekrijgen van huis uit. En ik heb het geweldig gevonden om met die kinderen te mogen werken. Er voor hen te zijn en voor die kinderen betekenisvol te zijn. En het verschil te mogen maken in hun leven. En daarna ben ik, toen ik ging kijken van wat ga ik dan doen. Toen dacht ik, ik wil eigenlijk iets met mijn eerste liefde, onderwijs. En daarna iets met mijn tweede liefde, de politiek. En dat samen. Toen ben ik in de Tweede Kamer gaan werken. En daarna op het departement. En daarna ben ik wethouder van onderwijs geworden hier in Rotterdam. Onderwijs en jeugd, daarna onderwijs, jeugd en zorg. En toen vroegen ze of ik minister wilde worden. Maar jij zit dus nu in een positie waarin je misschien wel de meeste impact kan maken in Nederland. Mag ik jou vragen om je verkooppraatje van wat jij dan precies allemaal voor impact maakt? Of wil maken? Dat is geen verkooppraatje, denk ik. Weet je, eigenlijk impact is... politiek is impact maken voor mensen, toch? Tenminste, zo zie ik het. Wat mensen zien van de politiek is vaak heftige debatten... en mensen die het met elkaar oneens zijn en zo. Maar jouw rol daarin? Ja, wat eigenlijk mijn rol is om bezig te zijn met maatschappelijke problemen... die in mijn portefeuille zitten. Ik ben verantwoordelijk voor de zorg. Dus er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld... een thema waar ik veel mee bezig ben is huiselijk geweld en kindermishandeling. Mm-hmm. Kindermishandeling is een thema... wat zo allemachtig groot is en wat ook wel... Als je een groot vraagstuk wil oplossen, een echt groot vraagstuk wil oplossen... moet je eigenlijk heel klein beginnen. Daar ben ik benieuwd naar. En wat ik in mijn eentje niet kan doen, is de kindermishandeling oplossen in Nederland. Wat we wel kunnen doen, is met elkaar veel alerter zijn in het signaleren van kindermishandeling. Wat we met elkaar kunnen doen, is als er kindermishandeling wordt gesignaleerd... dan ook gewoon fermer in te grijpen, niet weg te kijken. Dat kunnen we met elkaar doen. En daar ben ik mee bezig. Maar ook met betere ouderenzorg bijvoorbeeld. Ook met het tegengaan van de eenzaamheid bijvoorbeeld. Dus allemaal vraagstukken ben ik mee bezig. Waar heel veel van de challenges die de jongeren hebben gedaan, die hebben daarmee te maken. En dat vind ik er mooi aan. En daarom ben ik er ook zo graag hier. Omdat ik er echt oprecht in geloof. De politiek in zijn eentje krijgt niet zoveel van elkaar. Wat je wel kunt doen is samen de schouders eronder zetten. En samen aan de slag gaan. Dat kan wel. En dat doe ik geweldig graag. Ja. En vind je dat in Nederland, want we merken dus, je moet jongeren ook wel kunnen faciliteren. Het zijn uitzonderlijke jongens die nu genomineerd zijn. Dat is echt heel knap dat ze het zelf doen. Maar vaak vinden jongeren, ik word niet gefaciliteerd om een impact te hebben. Vind je dat nu genoeg gebeurt, initiatieven zoals Young Impact in Nederland? Dat dit initiatief zo groot is geworden in zo'n korte tijd, is gewoon heel erg knap. Dat is gewoon heel erg goed gedaan van Young Impact. Ik denk wel dat dit kabinet een keuze heeft gemaakt die heel erg kan helpen. Mijn collega Paul Blokhuis is daarmee bezig, staatssecretaris op het departement. En dat gaat over de maatschappelijke diensttijd. En de maatschappelijke diensttijd is eigenlijk hetzelfde als Young Impact. Namelijk leren hoe mooi het is om iets voor een ander te doen. Leren hoe mooi het is om betekenis te hebben in het leven van een ander. Het verschil te maken voor een ander. Daar gaat die maatschappelijke diensttijd over. En dat is een van de voorstellen van dit kabinet.
En is dat de woordvoerder? Jouw woordvoerder? Dat is mijn woordvoerder, dat is Tom. Ik wilde even vragen, wat vind je van hoe hij nu zijn antwoorden formuleert? Want normaal gesproken sta jij hier in deze rol. Ik heb wel op te letten. Ja. Normaal gesproken ben jij de woordvoerder van Hugo en nu moet hij het even zelf doen. Hoe vind je dat hij het doet? Ik vind dat hij het fantastisch doet. Wat vind jij ervan? Dit is wel een goede antwoord. Je draait nu de vraag naar mij, maar ik vroeg hem aan jou. Nou, volgens mij heb ik hem goed voorbereid. Hij was heel strak in zijn presentatie. Bij 3FM ook prima. Ik heb hem net nog even teruggeluisterd. Dus ik ben tevreden met hem. Echt kritische feedback, die komt dan straks. Okay. Als de camera uit is, als we straks gewoon weer in de auto zitten, dan zegt hij hoe het echt ging. Voorproefje? Dat klopt, ja. Voorproefje van wat de kritiek gaat zijn? Nou, dat laten we gewoon. Dat houden we gewoon achter de schermen. Okay, dat begrijp ik. Ik heb nog een laatste vraag aan je. En dat is, jij bent natuurlijk de vice... President? Premier? We hebben geen president. Oké, excuus. We hebben een koning. Ja, dat weet ik, dank je. Vice-premier. En als er iets gebeurt met Rutte, dan ben jij degene die het opvolgt. Maar er zijn twee andere vice-premiers, twee vrouwen. Is het omdat jij de man bent dat jij de opvolger wordt? Ja. Hoe gaat het in zijn werk? Nee joh, tuurlijk niet. Nee, kijk, de eerste partij, de grootste partij, die levert altijd de premier. En de tweede partij levert de eerste vice-premier en dan daarna de rest. En ja, het CDA is net iets groter dan D66. Dus zo is het gekomen dat ik inderdaad wat vaker vervang. Maar we vervangen alle drie. Carola Schouten van de ChristenUnie, Kajsa Ollongren van D66 en ik. Wij vervangen alle drie als vicepremier Mark Rutte. En aanstaande vrijdag bijvoorbeeld is de ministerraad. En dan is Marcus in het buitenland. Dus dan zal ik hem inderdaad ook moeten vervangen. Dus ja, dat komt voor inderdaad. En dan heb ik nog één laatste vraag waarmee te gaan eindigen. We hebben de schoenen al behandeld. Maar leuk idee verder. Ja. Laat nog één keer zien. Nou, 34 keer dan. En dan heb ik nog één laatste vraag. Kijk, je had het erover, je begon te werken bij het departement van de Tweede Kamer. Je bent dus bezig met... De Tweede Kamer, daarna op het departement. Ja, klopt. Precies, dus je bent eigenlijk bezig met een hele lange weg naar de top. Je bent nu op nummer 2. En soms komt Rutte in het nieuws, niet altijd positief. En denk je dan wel eens van, dat had ik toch wel beter aangepakt? Nee hoor, helemaal niet. Nee joh, weet je, ik ben daar gewoon bezig met mijn werk. En mijn werk, daar zit mijn dag echt werkelijk ramvol mee. En dat soort lonkende gedachten heb ik eerlijk gezegd niet. Ik ben heel tevreden met de plek die ik heb. En vooral, het is een allemachtig grote klus. Dus laat maar alsjeblieft deze klus klaren. Ja. Oké, je kiest ze uit, zeg maar. Dit kun je nog aan, dus dan ga je hiervoor. Dit is prachtig om te mogen doen. Echt prachtig om te mogen doen. Zeker. Oké, nou, hartstikke bedankt. Dankjewel. Ja, ik hoop, we hebben ervan genoten. Dankjewel. Vond het leuk. Succes. Dankjewel. Ja, dankjewel. Hoi. Tot ziens. Nou jongens, dat was dus de op één na belangrijkste man van de Nederlandse politiek. Kun jij het geloven? Ja, ik wel. Hij straalt zoveel rust uit. Ik ben heel veel... En die patas, hè? Ja, ik ben er niet bij. Heel erg nice. Ik laat jou zien. Nou, mijne zijn gewoon wit, helaas. Oké, nou jongens, dat was het weer voor deze keer. Bijna een kwartiertje zijn we alweer bij jullie terug. En dan gaan we Rico Verhoeven interviewen. En ik ben echt heel erg fan van hem. Dus daar heb ik echt zoveel zin in. Blijf kijken, ga even eten iets, pak iets te drinken. We zijn na de reclame bij jullie terug. En mag ik dan naast Rico zitten deze keer? Ja, dat mag. Oh.